8 jaar geleden hebben wetenschappers iets geweldigs ontdekt. We wisten al dat zeeblaasjes bestonden, maar nu weten we dat we kunnen zoveel mee doen. Waarom ken jij jezelf niet helemaal? Vanuit de ArtCube in Gent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wel, het kan zijn dat je jezelf niet helemaal kent. Waarom? Omdat misschien heb je nog nooit over celblasjes gehoord. Of met een moeilijke woord extracellular vesicles. Ik ben een moleculaire bioloog. En in moleculaire biologie kijken wij naar cellen aan alle kleinste deeltjes van dieren en planten. Dus onze onderzoek is eigenlijk gefocust op celblaadjes. Nou, celblaadjes zijn nanodeeltjes, hele, hele kleine deeltjes in de cellen, die een nieuwe toekomst bieden om ziekten te genezen. En dat is waar we vandaag nu over gaan vertellen. Nu, wat zijn celblaadjes precies? Ze zijn eigenlijk nanodeeltjes die zitten in ons lichaam. Dus elke cel van ons lichaam, ze maken celdeeltjes en dit celdeeltje wordt ook ooit gelaten. Nu, de celdeeltjes kunnen overal gaan. Bijvoorbeeld, je kunt dat terugvinden in andere cellen of weefsel, of je kan dat terugvinden in lichaamstoffen, bijvoorbeeld bloed of urine. Nu, wetenschappers hebben dit ontdekt 10 jaar geleden. En wat is zo mooi en interessant hier, is dat de applicatie van celblaadje eigenlijk geeft ons de mogelijkheid om specifiek diagnose te geven en ook een betere behandeling te geven aan patiënten die bijvoorbeeld misschien een probleem hebben met algemene medicijn door neveneffecten. Dat is een hele boeiende onderwerp. Het is nog relatief nieuw, want niet zoveel is nog geweten. Maar wat is heel goed, is dat het geeft ons een andere tool of een andere methode om eigenlijk heel specifiek en gepersonaliseerde behandeling te geven aan mensen met chronische ziekten. Wat zijn celblaadjes precies? Ze zijn eigenlijk nanodeeltjes die we vonden in ons lichaam en die kunnen overal gaan. En die zijn heel belangrijk in de communicatie. Want later ga ik ook jullie tonen. In een lichaam dat is gezond, dan is de celblaadjes eigenlijk heeft een goede gevolg. Eigenlijk. Maar in een lichaam dat is ziek, bijvoorbeeld in een lichaam met een tumor of een kanker, wat gebeurt is dat dan de celblaadjes die komen uit de tumor wordt overal gespreid. En dit is een manier dat bijvoorbeeld een tumor toekomt, bijvoorbeeld begint in een lever, kunnen tot de hersenen gaan. Het is door de werk van de celblaadjes die wordt overal gespreid en kunnen overal gaan. Waar kunnen wij celblaadjes vinden? We kunnen celblaadjes vinden bijvoorbeeld in de hersenen. We kunnen dat vinden in onze lichaamstoffen, bijvoorbeeld urine, bloed, moedersmelk, kortom, overal. En dat is heel, heel belangrijk om communicaties. Dat is eigenlijk een manier dat de cellen gebruiken om met elkaar te communiceren. Vroeger dachten we dat bijvoorbeeld hormonen is een manier om te communiceren, maar we weten eigenlijk niet dat extracellular vesicles of celblaadjes eigenlijk spelen een hele belangrijke rol in de communicatie tussen cellen. Nu, hoe komt het dat wij deze 24/7 nanofabriek eigenlijk van celdeeltjes, hoe komt het dat we hebben dat niet vroeger ontdekt? Toen in de tactics, toen de celblaadje werd ontdekt, hebben eigenlijk wetenschappers gedacht dat het is een soort afvalproduct. Dat is eigenlijk een bijproduct, dat is niet iets nuttig of hebben gewoon geen fysiologisch belang voor de cel. Maar nu er is wel een hele goede onderzoek dat wordt nu gedaan, dat echt gaat tonen dat
Celblaadjes spelen een hele belangrijke rol in verschillende processen van het lichaam. Bijvoorbeeld in de progressie van kanker, in de biologie van stamcellen, ook in de opbouw van immuunrespons. Dus ze spelen een hele belangrijke rol. En wat is ook belangrijk om te weten, is dat in 2007 wordt ook ontdekt dat die celblaadjes kunnen genetisch materiaal transporteren van één cel tot de andere en ook buiten de cel. Dus die communicatie is heel belangrijk, want dat is eigenlijk de manier dat cellen kunnen gewoon specifiek moleculen krijgen en ook ziektes of gewoon behandeling kunnen worden gemanipuleerd. Waar zitten de celblaadjes in ons lichaam? Dus ik heb nu gezegd dat celblaadjes kunnen worden gevonden in dierencellen en ook in de vloeistoffen, maar het is niet alleen in dierencellen. We kunnen dat ook vinden bijvoorbeeld in planten en ook in groentensap. Eigenlijk alle planten en bacteriën zitten allemaal, ze maken celblaadjes en die geven ook celblaadjes uit. Dus alle levende organismen eigenlijk communiceren met elkaar met de gebruik van extracellulaire blaadjes. Nu, hoe kunnen wij celblaadjes zien? Want natuurlijk, als onderzoekers willen we meer begrip hebben voor we kunnen bijvoorbeeld gebruiken voor diagnose of behandelen, moeten we meer weten. Dus hoe kunnen we dat zien? Nu, celblaadjes zijn zo klein, je kan dat niet gewoon zien met een gewone microscoop. Dus de enige manier om celblaadjes te kijken in het labo is bijvoorbeeld door een elektronmicroscoop. En door met een elektronmicroscoop kun je eigenlijk die blaadjes zien en ook je kan zien de moleculen daar zitten binnen, maar niet duidelijk. Dus om jullie een idee te geven hoe klein deze celblaadjes zijn, jullie kunnen denken, bijvoorbeeld als je in de blaadjes ziet, je kan zien dat één blaadje is zo ongeveer 1000 keer kleiner dan de cel dat die wordt afgezet. Een andere manier om dat te zeggen, is je kan ook zeggen dat 1 miljoen celblaadjes kunnen passen op een puntje van een hele scherpe potlood. Dus gewoon om een idee te geven hoe klein deze vesicles zijn. Nu, wat je ziet op de scherm, dat lijkt misschien als een sterren stelsel, is eigenlijk celblaadjes die zweven in ons bloed. En door de gebruik van geavanceerde techniek, bijvoorbeeld hier is een nanoscale microscoop, kunnen we eigenlijk kijken, niet alleen kunnen we de celblaadjes visualiseren, maar we kunnen dat ook tellen. Dus met een specifiek toestel kun je eigenlijk tellen hoeveelheid celblaadjes in het bloed. En dit is heel belangrijk, want wat we hebben gezien eigenlijk is dat het aantal celblaadjes is een graadmeter voor de ernst van een ziekte. Bijvoorbeeld, het is al gezien in de kankeronderzoek dat mensen die hebben een hele agressieve vorm van kanker secreteren meer van de celblaadjes. So, hoe meer de celblaadjes in het bloed is eigenlijk gecorreleerd met hoe erg de ziekte of echt de tumor. Dus niet alleen kunnen wij celblaadjes zien en tellen, maar we kunnen ook eigenlijk kijken wat zit binnen in die celblaadje. Want het is heel belangrijk om te begrijpen, als we kunnen weten wat zit allemaal in de celblaadje, kunnen we een manier vinden om eigenlijk een soort therapie of een soort diagnostiek marker te maken. Dus wat we weten nu is dat celblaadjes bevatten biomarkers zoals eiwitten, lipiden en ook genetisch materiaal. Ja? Dus allemaal bouwstenen die spelen een hele belangrijke rol in het proces en ook in het biologische karakter van de cel. Ja? Dus wat is belangrijk is dat al die bouwstenen worden eigenlijk getransporteerd door de blaadjes, celblaadjes, van A tot B en ook daarbuiten. Wat nog zien we in de microscoop? We zien dat de celblaadjes hebben verschillende types. Dus wat we weten ook,
van literatuur is dat die verschillende types van celblaadjes hebben ook verschillende functies. Ja? Om echt een goede begrip te hebben voor je kunnen beginnen dat te gebruiken voor diagnose en ook voor behandelen, moeten we eigenlijk meer onderzoek doen. Want nu, het probleem is dat we niet weten welke blaadjes geven welke functie. En dat is de kernvraag van mijn onderzoekvraag in Biomed, waar eigenlijk ik wil graag weten wat zijn eigenlijk de functie van celblaadjes in neuroinflammatie. Of wat zijn eigenlijk de functie van celblaadjes in ontsteken van de zenuwstelsel. En dit onderzoek doen we in Biomed Universiteit Hasselt. Nu, er zijn drie toepassingen van celblaadjes. De eerste is diagnose. We weten dat celblaadjes bevatten bijvoorbeeld eiwitten. Dat wil zeggen dat een specifiek eiwit te komen van een patiënt kan worden gebruikt als een soort diagnostiek merken. De tweede ding dat is heel belangrijk om te weten met de celblaadjes is dat de pathogenese. Hoe kunnen we een goede begrip hebben van wat is eigenlijk de functies van wat zit binnen in de eiwitten, in de celblaadjes. En natuurlijk, als we dat kunnen karakteriseren, kunnen we eigenlijk de proces van de ziekte kennen. Nu, de derde is therapie. Ja? Therapie is eigenlijk wat maakt het zo boeiend. Want het is iets dat heel nieuw is. Maar wat maakt het zo boeiend en revolutionair eigenlijk, is de therapie. Wat wil ik zeggen? Het is bijvoorbeeld, je kunt celblaadjes isoleren uit stamcellen, bijvoorbeeld, van een gezonde persoon. En je kunt dat geven naar een zieke persoon. Natuurlijk doen we dat nog niet in persoon, alleen in mensen, dus nog alleen in proefdieren. En het is echt een goede resultaat al gezien, bijvoorbeeld in proefdieren met een specifieke ziekte. En je dan gaat dan geven celblaadjes die komen uit bijvoorbeeld stamcellen. Je ziet dat eigenlijk de zieke dieren wordt beter. Dat is gewoon om algemeen te zeggen. Dus het is een hele boeiende en interessante onderzoekgebied. Het is nog nieuw, ja, het is nog veel doen om dat alles te kunnen begrijpen. Maar wat is zo boeiend is dat het heeft iedereen een kans om eigenlijk een specifiek behandeling te krijgen. Dat in plaats van one size suits all, elke persoon kan door de celblaadjes eigenlijk karakterisatie van de celblaadjes kan iedereen eigenlijk weten wat is specifiek verkeerd met die lichaam en dan kun je dat geven in plaats van algemeen dingen te geven. En daarom is dat heel boeiend. Maar we hebben nog veel werk in de winkel. Ja? Dus als we gaan kijken naar celblaadjes gebaseerd therapie, is eigenlijk in twee delen. Ja? We praten over natuurlijke celblaadjes. En wat is dat? Dit zijn eigenlijk celblaadjes die worden geïsoleerd uit een gezonde persoon, bijvoorbeeld een bloed of gewoon een stamcel. Die celblaadjes kunnen overal gaan. Dat wil zeggen, het is niet specifiek voor één weefsel. Ja? Dan als we dan kijken naar de tweede deel of de tweede aspect van de therapie, dan is de gemodificeerd celblaadjes. Wat wil dat zeggen? Onderzoek heeft eigenlijk getoond dat we kunnen celblaadjes in het labo veranderen, gemodificeren in een manier dat we kunnen zeggen tegen de celblaadjes, ga naar een hersencel of ga naar een levercel. En in die manier gaan de celblaadjes specifiek naar een specifiek weefsel gaan en niet overal, zoals we zien in de natuurlijke celblaadjes. Een tweede aspect van de gemodificeerde celblaadjes is eigenlijk dat het geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk daarin in de celblaadje specifiek eiwitten dat een patiënt of een persoon nodig heeft in te vullen. Dan kun je de persoon direct hebben wat gemist in zijn lichaam. En in die manier is gepersonaliseerde therapie echt mogelijk. Ja? Maar het is allemaal mooi. Hè? Maar wat we moeten wel weten, dat is nog veel werk aan de winkel. Zoals je het zegt. Want
Wat we zien nu, of wat we proberen nu te doen, is om te kijken, is er een verschillende manier om celblaadjes in te dienen, bijvoorbeeld? Want het is niet altijd gemakkelijk om in de blaadjes in de bloed te doen. Wat we hebben gezien in onderzoek is dat bijvoorbeeld twee verschillende manieren van celblaadjes in te dienen. Bijvoorbeeld verschillende toedienings zoals intraveneus. Dat wil zeggen injectie van celblaadjes in de bloed. Of intranasaal, waar je kunt gewoon de celblaadje door inhalatie binnenkrijgen. Onderzoek heeft getoond bijvoorbeeld dat in een proef-D met een specifieke ziekte, je kunt de celblaadje op de neus en door inhalatie kunnen we eigenlijk de celblaadje krijgen in de hersenen. En voor specifiek neurodegeneratieve ziekte of hersenenziekte, dan is dat een heel goed manier om eigenlijk de therapie direct in de hersenen te krijgen. Dus qua onderzoek zien we eigenlijk een hele goede vooruitgang. We zien echt boeiende en interessante werk die komen. Maar wat we moeten ook weten, is dat er nog veel dingen die we nog niet begrepen. Ja? Dus de celblaadgebaseerde therapie is nog niet voor vandaag. Het is niet voor vandaag, want we moeten nog veel dingen begrijpen. Bijvoorbeeld de functies van de verschillende blaadjes. Maar ook, we zien dat bijvoorbeeld de onderzoekresultaten dat we nu zien, zijn nog preliminair. Dat wil zeggen, het is nog voorlopig. Het is niet dat dingen dat je kan gewoon zeggen, okay, dat is juist, en dan kunnen we direct naar de kliniek hebben. Wat kunnen we vandaag doen? Ja, we kunnen niet zeggen, wel, alles moet nog in de toekomst komen, maar wat is wel iets dat we kunnen doen. Wetenschappers zijn bezig met nieuwe en curatieve celblaadjes te maken, te produceren. Wij kunnen allemaal preventieve celblaadjes gebruiken, want ze zijn vol van antioxidanten. Dat kunnen wij allemaal helpen om ons lichaam gezond te houden. En hopelijk binnenkort in de toekomst kunnen wetenschappers de curatieve celblaadjes klaarmaken voor iedereen.